Goedemorgen gemeente, thuis en hier in de Brugkerk. Van harte welkom op deze zondagmorgen. We zijn dankbaar dat we weer voorzichtig open mogen gaan. Vanmorgen gaat Nathan Noorland de dienst voor. Welkom. Na de dienst zullen we bij de uitgangen gecollecteerd worden en we zullen de uitgangen weer nemen hier aan de voorkant van de kerk. De eerste collecte is voor het onderhoud en de tweede collecte voor de diaconie. En die collecte wordt besteed aan de onkosten die gemaakt zijn voor de kerstfilm die 250 keer bekeken is hier in, vanuit de stal bij Anton en Carla. En die onkosten willen we dan graag vergoeden vanuit de diaconie. Morgen gaat de actie Kerkbalans van start. De slogan dit jaar is: geef vandaag voor de kerk van morgen. De Brugkerkgemeente wil ook voorbereid zijn op de toekomst van morgen. Daar is veel geld voor nodig. In onze gemeente werken we met veelal vrijwilligers, maar toch zijn er ook kosten. We verwachten dat de kosten dit jaar flink zullen stijgen. Dit is wel de bekende energierekening, maar ook andere kosten aan onze voorganger, gastpredikanten en onderhoud van de kerk, het vervangen van apparatuur en verzekeringen. Alles bij elkaar weten we dat de kosten hoger zullen uitpakken. Laten we met elkaar die lasten dragen. Kunnen wij rekenen op u? Licht in het duister is het thema van de Week van Gebed 2022, van 16 tot en met 23 januari. Zullen er samen met kerken in Bodegraven, maar ook hier, gebedsvieringen fysiek en digitaal zijn. Het thema is ook toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economisch-politieke en sociale crisis die daaruit voortvloeien laten eens te meer zien hoe belangrijk het is te vertrouwen op God en op zoek te gaan naar zijn licht. We doen dit onder meer samen in gebedsvieringen tijdens deze Week van Gebed voor de eenheid. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen in de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Op maandag tot en met zaterdag worden er dagelijks van 7:15 tot 7:50 fysieke en of digitale gebedsvieringen gehouden. Bij de uitgang, de tafel van de consistorie, liggen flyers. Die kunt u meenemen. Ook op de website van de Brugkerk kunt u het vinden. De bloemen deze morgen gaan als groet van de gemeente naar Astrid van Rooyen voor het werk wat zij doet aan de Brugspraak. Lisanne van de Beukel, voor het vele werk wat je doet voor de ledenadministratie. En meneer Van Peperstraten als groet voor zijn verjaardag van afgelopen 2 januari. We willen de dienst beginnen met het zingen van lied 280. De vreugd voert ons naar dit huis. Wij vragen u om ingetogen te zingen. Namens de kerkenraad wensen wij u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst toe.
We zijn hier vanmorgen in vreugde bij elkaar, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laten we ons in de stilte voorbereiden op een ontmoeting met deze goede God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk waar zijn handen eenmaal aan begonnen zijn. Die God die groet ons met de woorden genade is er voor u, voor jou, wie je ook bent. En vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten wij aan het begin van deze dienst God bedanken dat wij hier samen mogen komen. Nou, toch wel weer een lange tijd digitale diensten. Maar laten wij ook onze schuld belijden in het vertrouwen op Gods barmhartigheid. Goede God, na een rare kerst in een lege kerk, thuis op de bank, danken wij u voor het voorrecht om weer samen te mogen komen vandaag. Hier in de kerk, nog thuis verbonden. Het is goed, het is essentieel om in onrustige tijden op adem te komen bij u. Dank u wel. Vandaag belijden wij ook voor u, almachtige God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben. In gedachten, woord en daad, in het kwade dat wij gedaan hebben, in het goede dat wij hebben nagelaten. Heer, ontferm u over ons. Vergeef ons onze zonden en geef dat wij u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven door Christus onze Heer. Wij bidden zingend in wisselzang. Almachtige en barmhartige God, zij ons genadig, vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven. Amen. Wij staan vandaag stil bij Jezus. Hij bezoekt Nazareth. Hij is in deze plaats opgegroeid. En hij gaat ook naar zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge. Nou, zijn synagoge, dat was een soort buurthuis, tegelijkertijd ook een godshuis. En ik vond het wel mooi om dat te lezen. De gewoonte om naar Gods huis te gaan, elke week weer op de Sabbat naar dit godshuis. Blijkbaar is het voor Jezus zo relevant dat hij het in het ritme van zijn week heeft geplaatst, week op week. Nou, we gaan het daar vandaag over hebben. We gaan ook een loflied zingen over hoe goed het is om in Gods huis te zijn. Psalm 84.
gaan met elkaar de schriften openen, maar laten wij met elkaar bidden. Of de Heilige Geest ons ook wil helpen om die schriften te begrijpen. Laat ons stil worden voor God. Heer onze God, in de lezing van vandaag zien wij dat die woorden van u actueel zijn. Zien wij dat uw woorden ook door de tijden heen willen spreken. Jezus die pakt de Bijbel in de synagoge en leest daaruit en de woorden zijn raak. Mensen die worden erdoor geraakt, zijn ervan onder de indruk. Tegelijkertijd schuurt het ook. En God, ja, daar bidden we ook voor vanmorgen. Dat die woorden die we straks gaan lezen, raak zullen zijn. Dat ze ons hart mogen raken, dat ze ons mogen bemoedigen. Dat het misschien ook mag schuren. Op de plekken in ons leven waarin wij niet helemaal in lijn wandelen met ja, hoe u het voor u ziet. Wilt u vanmorgen met uw geest in ons midden zijn? En spreken door uw woord. Hier in de kerk en thuis. Dat bidden wij u door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Ik zie een aantal kinderen. Allemaal meiden. Hebben jullie zin om even naar voren te komen? En hier op de bank te komen zitten? Je mag ook blijven zitten hoor. Kijk, gezellig. Hey, wie van jullie is er naar school geweest afgelopen week? Ja, jij bent ook naar school geweest. Ja. Hey, hoe was dat op school? Een duimpje omhoog als het leuk was? Niet? Niet leuk? Het was wel leuk, oké. Okay. Jullie minder? Oké, okay. Half. Half leuk. Hey, zo'n schooldag duurt best wel lang, hè? Kan ik me herinneren. En bij jullie is die iets korter, want 2 uur zijn jullie klaar, hè? Ik was vroeger 3 uur klaar, soms 3:15. Maar het duurt best wel lang, zo'n schooldag. Hey, en dan mag je daarna naar huis. En wat hoop je dan thuis aan te treffen? Hoe hoop je dat je ontvangen wordt thuis, als je na een lange schooldag thuis komt? Hoop je dat er dan mensen zijn, of dat je helemaal alleen thuis komt? Wat fijn dat er mensen zijn, toch? Ja, dat je moeder er is, of je vader er is. Dat er misschien wel chocomel klaar staat, of wat drinken. Zeg van, leuk dat je er weer bent. Toch? Ja. Dat is fijn als je thuis komt uit school. Ik vond het ook altijd heel erg fijn. Hey, vandaag gaan we in de kerk gaan we nadenken over een verhaal. En Jezus die komt ook thuis. Eigenlijk nadat hij soort van naar school is geweest. Hij is 40 dagen in de woestijn geweest. Waarin de Heere God hem heeft geleerd wat belangrijk is. En Jezus die komt thuis. In Nazareth, waar hij is opgegroeid. En de mensen vinden het fijn dat hij er weer is. In de kerk mag hij de schriftlezing doen. En hij mag tegelijkertijd ook gelijk de preek doen. Nou, dat is bijzonder, toch? Ja. Maar op een gegeven moment zijn de mensen ook een beetje boos. Ze beginnen een beetje boos te worden dat Jezus terug is. En weet je waarom? Jezus zegt dat Gods liefde voor iedereen is. En de mensen vinden dat moeilijk, want die willen Gods liefde voor zichzelf houden. En is dat de bedoeling? Gods liefde voor... Nee, Gods liefde is voor iedereen. Hey, en is Gods liefde er ook voor iemand die jou soms wel eens een duw geeft op het schoolplein?
Ja, dat is best wel lastig, hè? Dat is ingewikkeld. Toch? Want misschien heb je even liever Gods liefde niet voor hem of voor haar. Maar Gods liefde is er ook voor de mensen die wij niet zo leuk vinden. Ja, nou, daar gaat het over vandaag in het verhaal. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat lied is Iedereen is anders. Nou, volgens mij kennen jullie dat lied wel. Daarna mogen jullie met Margot mee. Nou, hey, fijne tijd. Nu mogen de kaars aansteken.
We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Henny gaat dat met ons doen. En na de lezing zingen wij met elkaar lied 530, vers 1, 2, 3 en 4. Beetje moeilijke melodie. Dus daarom zal Aldo hem één keer voorspelen. En daarna hebben we 4 coupletten om de melodie te leren. We lezen uit Lucas 4, vanaf vers 14. Vervuld met de kracht van de geest, keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Alle betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: Luister. Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Thank you.
Na de preek luisteren wij naar orgelspel. En daarna zingen wij 3 keer het lied Blijf met uw genade bij ons. Een lied uit de kloostergemeenschap ter zee. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Afgelopen zomer stond er in Dagblad Trouw een leuke serie van 7 gesprekken. Met de titel Naar huis met. Schrijver Erik-Jan Harmens ging met een aantal inspirerende Nederlanders en Belgen terug naar de plek waar ze waren opgegroeid. Terug naar het dorp of de woonwijk van hun jeugd. Het werden mooie, herkenbare gesprekken. Over de opvoeding, over normen en waarden, over geloof, over wat er weer op deze plek zijn oproept. Over mooie, pijnlijke herinneringen, over koesteren en loslaten. Wat opviel was dat die plek waar ze waren opgegroeid, in ieder geval bij allen vormend was geweest voor wie ze nu waren. Ja, teruggaan naar het dorp of de wijk waar je bent opgegroeid. Wat komt er bij jou naar boven als je daaraan denkt? En wat zou je daar terugvinden aan herinneringen als je daar rondloopt? In het gedeelte dat wij zojuist met elkaar uit de Bijbel hebben gelezen, gaat Jezus ook terug naar de plek waar hij is opgegroeid. Terug naar Nazareth. Jezus heeft een intensieve periode achter de rug. In de voorafgaande verhalen is Jezus gedoopt door Johannes en daarna vol van de geest de woestijn ingedreven. We kennen het verhaal allemaal. 40 dagen was hij daar in eenzaamheid. En dan wordt hij daar ook verleid door de duivel. Wat moet hij het zwaar gehad hebben daar in de woestijn? Afgevallen zijn. Mentaal en fysiek is hij tot het naadje gegaan. Maar in de kracht van de geest is hij weer de woestijn uitgekomen. Zo lezen wij vandaag in vers 14, het begin van ons gedeelte. Ja, vol van de geest ging hij de woestijn in. Maar in de kracht van de geest kwam hij de woestijn uit. Er zit een wezenlijk verschil in. Vol in de kracht. Mooi is dat, als je dat kunt zeggen. Na een moeilijke tijd waarin je geconfronteerd wordt met de droogheid, de dorheid van het leven. Waarin je misschien wel geconfronteerd wordt met demonen, met stemmen, met gebeurtenissen die jou duidelijk in onbalans brachten. Dat je kunt zeggen, ja, ik ging er vol in. En ergens ben ik misschien ook wel leeggelopen in die tijd. Maar God gaf mij nieuwe kracht. In de kracht van de geest kwam ik die woestijn uit. Ja, Jezus is natuurlijk veranderd door deze gebeurtenissen. Door die doop, door de woestijn. Die kracht van de Heilige Geest die over hem is gekomen. Ja, en als je verandert, dan kan hem terugkomen op de plek waar je bent opgegroeid. Waar mensen je kennen, best wel spannend zijn. Eng en lastig. In de interviews in Trouw zag je dat ook regelmatig terug. En misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Je hebt in de tussentijd van vertrek en weer even terug zijn een ontwikkeling doorgemaakt. Een ontwikkeling die mensen die toen achterbleven en niet altijd kunnen meemaken. En toch is het welkom van Jezus in zijn oude woonplaats Nazareth vandaag in de eerste instantie vooral hartelijk en warm.
De verhalen over Jezus waren hem al vooruit gegaan. En in Nazareth is men zichtbaar blij dat hij er is. In de synagoge wordt hem tijdens de wekelijkse sabbatsdienst zelfs de boekrol gegeven om uit voor te lezen. Hij mag lector zijn en de preek doen. En na de preek zijn zijn oude stadsgenoten ook onder de indruk van de genadevolle woorden die hij brengt. Is dit de zoon van Jozef? Zo zeggen ze tegen elkaar. Jongen. Ja, men is in de eerste instantie zichtbaar blij dat Jezus weer terug in de stad is. Nou, dat zit wel snor, dit thuiskomen van Jezus, denk je bij die eerste versen. Maar die sfeer die draait dan toch ook alweer verrassend snel om. Want zijn oude bekenden schoppen Jezus aan het einde van het verhaal boos de stad uit. Ze willen hem zelfs doden door hem van een helling af te gooien. Waarom? Wat zit hierachter? Waar komt die diepe boosheid vandaan? Hoe komt het dat die sfeer zo snel omslaat? In haat, in ergernis. Nou, het heeft alles te maken met Gods genade. Ja, de boosheid van de Nazaretters heeft alles te maken met Gods genade. Jezus leest woorden voor uit de profeet Jesaja. Het zijn woorden over een messiaanse figuur die een genadejaar van de Heer uitroept. Een genadejaar. De wet van Mozes had bepaald dat er één keer in de 50 jaar zo'n genadejaar of jubeljaar moest worden uitgeroepen. En op Yom Kippur, grote verzoendag, moest er in dat 50ste jaar op de ramshoorn worden geblazen. En daarna werden alle schulden van iedereen kwijtgescholden. Slaven worden vrijgelaten. En iedereen die een stuk erfgrond had moeten verkopen, die kreeg het terug. Het is bizar, hè, als je dat probeert voor te stellen. Dat zou men eens in Nederland moeten doen. Ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Zo'n genadejaar van de Heer, dat was bedoeld om alles wat scheef was gegroeid te herstellen. Om arme mensen of mensen die grote fouten hadden gemaakt, weer met een schone lei te laten beginnen. Herstel dus van economische en sociale verhoudingen. En laat Nazareth, waar Jezus nu in de synagoge staat en deze versen over een genadejaar voorleest, nu net een eenvoudig, armetierig stadje zijn. Laat ik die woorden nog eens voorlezen, die Jezus voorleest uit Jesaja. En probeer eens te luisteren met de oren van een gemiddelde Nazaretter. Iemand die arm is, schulden heeft, misschien wel als een soort slaaf moet werken om die schulden te betalen. Last heeft van de onderdrukkende macht van de Romeinen. En ook nog in een mistroostig stadje in Noord-Israël woont. Wat zouden die woorden van Jezus met je doen als Nazaretter? De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan zegt Jezus daarna ook nog: lieve mensen, vandaag hebben jullie deze tekst in vervulling zien gaan. Ja, stel dat jij een gemiddelde inwoner van Nazareth bent, arm. Ja, dan is zo'n boodschap natuurlijk kippenvel.
goed nieuws. En het is logisch dat de mensen in Nazareth enthousiast zijn over die lezing en preek van Jezus. Jezus, hun stadsgenoot, hun BN'er, bekende Nazaretter. Hij is blijkbaar de gezalfde, de Messias. Hij zal dat genadejaar doen laten aanbreken, waarin mensen met schulden alles wordt kwijtgescholden, gevangenen vrijkomen, zieken worden genezen, onderdrukte vrij worden gemaakt. Ja, het lijkt wel een genaderevolutie. Amazing grace. Vandaag hebben jullie deze tekst in vervulling zien gaan. Zo zegt Jezus tegen al die bekenden die voor hem zitten. Die jongens waar hij bij wijze van spreken mee gevoetbald heeft. Ik breng jou Gods genade. Die mensen achterin, waar zijn vader Jozef altijd achteraan moest met een factuur van het timmerwerk. Ze hadden te weinig geld en konden het vaak niet betalen. Ik breng jou Gods genade. De kinderen, de jongens en meiden voorin. Gods genade voor jou. Die overste van de synagoge die op het podium zit. Ja, ook Gods genade voor u. Mensen, vandaag hebben jullie deze tekst in vervulling zien gaan. Ja, Gods genade, een genadejaar van de Heer, is nu aangebroken. Dat is de boodschap van Jezus aan al zijn oude bekenden. Maar juist daarover ontstaat daarna toch een wat ongemakkelijk gesprek. Daar in die synagoge van Nazareth. Want Jezus hoort kritische geluiden. Hij hoort mensen het cynische spreekwoord roepen: genees Heer, genees jezelf. Oftewel, je zegt wel dat je een dokter bent, iemand die geneest, genade brengt, maar bewijs het maar eens. Jezus hoort andere mensen tegen hem zeggen: ja, waarom doet u in het dorp verderop wel wonderen? Maar hier in uw vaderstad heeft u nog niets gedaan. Jezus helpt de verkeerde mensen. Hij doet hier niets, maar elders laat hij zijn genade rijkelijk vloeien. Ja, en dat gesprek, dat wordt nog ongemakkelijker als Jezus ook zegt: ja, ach, een profeet wordt nooit geëerd in zijn eigen vaderstad. En dit is eerder gebeurd, hè, mensen. Kijk naar de tijd van Elia en Elisa. Het was 3 jaar en 6 maanden droog, er was hongersnood. En toen werd er ook niemand geholpen en niemand genezen in Israël. Maar wel in het buitenland. Elia helpt een buitenlandse weduwe. En de enige waaraan God door Elisa in die tijd zijn genade laat zien, dat is aan Naaman. Notabene een Syrische generaal die verantwoordelijk was voor de verschrikkelijke oorlogsmisdaden in Israël. Oei. Jezus die lijkt er met een gestrekt been in te gaan. En ook nog eens olie op het vuur te gooien. Het is ongemakkelijk. En ergens snap ik de woede, het cynisme en het ongeloof van die Nazaretters wel. Want stel je voor, hè, een nieuwe brugger, een dertiger. Iemand die hier tot voor kort wekelijks in de kerk zat, wordt miljonair. En je hoort dat zij, want het is een vrouw, in Waarder, Driebrugge, Zegveld en de Meijen allemaal dure cadeaus uitdeelt. En ze wordt daar op handen gedragen. Onze nieuwe brugger. Maar als hier een nieuwe brug in de kerk is, gebeurt er niets. En na de dienst kijken de kerkrentmeesters in de collectezak. In de hoop dat daar een briefje van 1000 in zit. Niets. En daarna kijkt Peter op de rekening. Misschien is er via gift wat binnengekomen. Ook niets.
Ja, dat is frustrerend, toch? En als je daarover in gesprek gaat, dan zegt ze... Ja, en trouwens, 50 jaar geleden was er ook nog een soortgelijk verhaal. Ja, er was toen ook een nieuwe brugger die miljonair werd. Weet jullie nog? Ja, en hij gaf ook niks aan de mensen uit Nieuwebrug. Hij gaf wel de nieuwe brug, maar hij gaf niets. Maar hij gaf wel een mooi bedrag aan een belangrijke Duitse generaal. Die voor Hitler verschillende oorlogsmisdaden heeft gedaan. Ja, ach, die generaal kon zijn behandeling niet betalen. Ja, toen heeft die miljonair hem even geholpen. Begrijpen jullie nu een beetje die boosheid van de Nazaretters? En dan ook nog dat verhaal van die Naaman erbij halen? Dat maakt je boos toch? Woedend? Nu lijkt het erop dat Jezus bewust geen tekenen, geen werken van genade doet hier in Nazareth. Dit doet Jezus natuurlijk niet voor niets, dit doet hij met een reden. Wat Jezus stoort, is dat de mensen in Nazareth, al die bekenden die voor hem zitten, gericht zijn op eigen eer. Ja, ergens gericht zijn op genade. Ze zijn onder de indruk, hè, van die lezing en de preek. Ja, maar dan moet die genade wel eerst voor henzelf zijn, voor de eigen club. En Jezus die legt als een goede bekende de vinger op de zere plek. En het is alsof Jezus wil zeggen, tja, als de Nazaretters niet willen begrijpen dat Gods genade groter is dan alleen Nazareth, groter is dan alleen Israël, als ze dat niet kunnen en willen begrijpen, ja, dat Gods uitnodigende genade zelfs uitgaat naar mensen die je helemaal niet mag. Ja, hoe kun je dan zelf iets van Gods genade ontvangen? Ja, Gods genade is amazing grace. Onbegrijpelijke, rare, wonderlijke genade. En in die zin begrijpen wij die inwoners van Nazareth wel vandaag. Gods genade, als je daarover gaat nadenken, dan krijg je er hoofdpijn van. Dat gaat ons denken te boven. Het is ook gek dat mensen zoals wij, die het niet verdienen, net zoals in dat gekke genadejaar, gewoon weer met een schone lei mogen beginnen. Maar dat is de genade van God. Hoe frustrerend en boosmakend dat soms ook is. Gods genade, Gods uitnodigende genade, gaat uit naar iedereen. Niet dat iedereen die genade ook daadwerkelijk ontvangt, accepteert en binnen laat komen. Dat noemen wij zonden als mensen die genade niet accepteren. Maar Gods uitnodigende genade gaat uit naar iedereen. Iedereen kan gered worden. Zelfs een Naaman, een Syrische oorlogsmisdadiger die in geloof tot Elisa ging en zich vernederde voor de God van Israël in de Jordaan. Ook hij ontving genade. Maar in Nazareth wordt Gods genade echter niet begrepen. En daardoor ontvangen ze zelf ook geen genade. Het is hard, maar waar. Hey, wie zijn mensen in jouw leven die op dit moment even niet mag? Die jou misschien wel in schulden hebben gestort. Mensen die zich niet aan hun woord hebben gehouden. De liefde gebroken hebben, je gekwetst hebben. Mensen waar je op dit moment mee in onmin leeft. Dan kan je zelf opbreken. Geloof je dat Gods uitnodigende genade zo groot is dat ook zij aangeraakt kunnen worden? Dat die genade er ook voor hen is?
En misschien doen ze er op dit moment helemaal niets mee, zijn ze ver bij God vandaan, maar gun je hen ook Gods genade? Of heb je op dit moment een Nazareth-houding? Als ik maar iets van Gods genade proef op dit moment, ja, dan is het goed. Maar even geen genade voor haar of voor hem. Ja, als wij, hoe moeilijk het ook is, door de ogen van Gods genade naar de ander kijken. Het kunnen zeggen, ondanks wat dan ook, jij bent geboren om Gods genade te zien. Dan kan dat zomaar de sleutel zijn, waardoor Gods genezende genade ook in jouw leven kan gaan werken. Nee, Gods genade is er niet alleen voor onszelf. Je kunt het niet als groep, als dorp, als stad, als geloof of als kerkgenootschap claimen. Van die genade van God, die is er alleen voor ons. Nee, genade is veel groter. Het is er ook voor de ander. Het is er voor iedereen die er van harte naar verlangt. Wij allen leven van genade. Ja, Jezus' boodschap van een genadejaar voor iedereen is schokkend voor de mensen in Nazareth. En men schopt Jezus daarom de synagoge uit en wil hem van een helling afgooien. Die praatjesmaker van een genadejaar moet dood. Hij is de titel ereburger van Nazareth niet meer waard. Maar Jezus loopt weg tussen de mensen door die hem dood willen hebben. De tragische grap is dat dit weglopen het enige wonder is wat Jezus vandaag doet. Hier in zijn vaderstad Nazareth. Amen.
Hé, hey, wat hebben jullie gemaakt? Zie ik hem eventjes omhoog. Een mooie kleurplaat. En volgens mij is het verhaal over Jozef gegaan. Kijk. Leuk. Nou, je kan hem thuis afkleuren. Super. Mooi. Hé, hey, we gaan met elkaar bidden. We gaan met elkaar bidden om een gezegende week van gebed voor de eenheid. We gaan ook bidden voor Pieter en voor Ellie, voor hun gezin. 2 maanden terug zijn de opa en oma van Ellie overleden, heel kort na elkaar. En afgelopen week is de opa van Pieter overleden. Nou, dat is best wel veel in een korte tijd. Dus we gaan met elkaar ook bidden om een godstroost voor de komende week en zijn kracht en sterkte. Zijn er nog meer dingen om voor te bidden? Misschien hebben jullie nog wel... Niet? Oké. Okay. Ik word in een nieuwe baan. Het is wel een plezier, maar het is wel spannend. Gaan we voor bidden, Patrick? Mooi. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor uw genade. Amazing grace, we snappen er weinig van. Het is ook een beetje gekke genade. Dat zomaar alle schuld wordt uitgewist. Dat mensen met een schone lei mogen beginnen. Maar het is uw genade en dank u wel dat wij dat mogen ervaren in ons leven. En dat die genade niet alleen maar voor onszelf is, maar dat het voor iedereen is. Die ernaar verlangt. Die genade ook wil aanvaarden in zijn of haar leven. En help ons om ook zo, met zo'n genadige houding in ons leven te staan, ook ondanks onze pijn. Ons verdriet om wat andere mensen ons aandoen. Dat wij de ander altijd mogen zien als iemand die geboren is om uw genade te ontvangen. God, misschien herkennen wij ons vanmorgen ook wel in Jezus in de woestijn. Vol erin. Misschien wel leeggelopen in een moeilijke tijd. Verlangend naar uw kracht, om met uw kracht door die woestijn heen te komen. Voor de mensen waarvoor dat geldt, bidden wij, kom met uw Heilige Geest, bekrachtig hen om vol te houden. Om u misschien ook wel op een nieuwe manier te leren kennen. Draag hen ook met uw engelen. Wij bidden voor de week van gebed, voor de eenheid. Wat is het mooi dat er in ons hele land, in de hele wereld, komende week een week van gebed voor eenheid is. Wij danken u dat de tijden voorbij zijn, dat we zeiden dat genade alleen voor ons eigen kerkgenootschap was. We danken u dat grenzen open zijn gegaan tussen kerken. Dat we samen uw genade mogen vieren. En samen door geraakt mogen worden. We bidden voor de eenheid, ook in Nederland, in ons dorp. Dank u wel dat dat ook op een mooie manier gestalte krijgt. In Kom Over de Brugdiensten, in de ecumenische diensten. Ook afgelopen 2 januari nog. We bidden voor eenheid, opdat ook de wereld om ons heen mag zien dat u de Heer Jezus gezonden heeft. Genade in een persoon. Genade voor iedereen. Wil u bidden voor familie van de Gouwen. Als afgelopen maanden verdrietig waren. Het ook best wel een verwerken is als 2 geliefden in 1 keer overlijden. En dan nu opnieuw een overlijden van iemand die voor Pieter vormend is geweest.
En als komende week het afscheid is, wilt u dan ook zegenen, troosten, nabij zijn. En ook een sfeer van dankbaarheid geven voor alles wat hij gebracht heeft in de levens van mensen. Dank u wel dat Patrick nieuw werk heeft en morgen ook zal beginnen. Een nieuwe uitdaging, ook wel spannend. Een nieuwe plek. Oude plekken kunnen soms spannend zijn om daar weer terug te keren, maar nieuwe plekken ook. Wilt u bij hem zijn, met hem meegaan? En ook geven dat hij zich snel op zijn plek mag voelen op deze plek. En ook van meerwaarde mag zijn voor het team. Wil u ook bidden voor Ruud? God, u kent hem, ook waar hij op dit moment doorheen gaat. De uitslagen, ook een stuk onzekerheid. Wilt u ook bij hem zijn en bij Lisanne? En zegenen. En nabij zijn. Als die geneesheer. God van genade. Geef hen ook nog even genadetijd met elkaar. Waarin ze ook mogen genieten van de liefde die er tussen hen is. Liefde ook gegeven door u. In een moment van stilte willen we onze persoonlijke vreugden, onze dankbaarheid, maar ook onze pijn en zorgen bij u neerleggen. Wilt u naar ons luisteren als wij in de stilte bidden? We vatten onze gebeden samen met de woorden die de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord. Lied 722, vers 1, 2 en 3.
gaan de wereld in. En we mogen gaan onder de zegen van God. Verhef jullie harten tot God. Ontvang zijn zegen. En geef die zegen ook door aan iedereen die God op jouw pad brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap met en door de Heilige Geest. Die is er voor jullie allemaal.